Dit is een verslag van Tessus Reporter, assistent van Tessa Reporter. We staan hier bij het monumentje ter meerdere eer en glorie van wethouder Jos Kusters, niet zijnde een zelfbestandig bestuursorgaan. We naderen het beeldje nu. Er zijn bloemen neergelegd in het kader van de onafhankelijke journalistiek in de democratische rechtsstaat. Persbloemen, u ziet het. Het beeldje staat bij camping De Bosrand. Bij het kruis, ik wist dat ze komt. Het voetpad staat daar ook. Het fietspad is er. We bevinden ons bij de Moerslag. Waar volgens Eugène Dubois en meerdere geologen de slag van de Eburonen met Caesar heeft plaatsgevonden. Landbouwverkeer is toegestaan. Het is een uitstekende plek voor een hinderlaag. De Romeinen zijn van alle kanten ingesloten. Caesar heeft gruwelijk wraak genomen en er heeft assimilatie plaatsgevonden van de Eburonen met de Romeinse soldaten. Zoals Poetin het ook heeft gedaan in Letland en de Oekraïne. Einde bericht. Overigens, Obama heeft meer targeted killings op zijn geweten dan Poetin. Waarvan akte. Vive la République. Vive la Presidente. Maxima. El Reina.